Jan Lammersen, voorzitter van de TAS. Wat is hier aan de hand? Wat wij doen is een koeienkeuring organiseren. Met daarbij jongveekeuring en melkgevende dieren. En het idee daarachter is om als basis de jeugd te laten meekijken met hoe we omgaan met jongvee. Dat hele gebeuren. Als een koe een prijs wint, wordt die koe dan meer waard? Nee, in Nederland niet. In Nederland is dat gewoon de eer die je hebt voor je fokkerij, wat je gedaan hebt om zo'n mooie koe te fokken. Er zit geen meerwaarde aan. Nee. Marielle Lenverink, u bent hier met meerdere koeien. Kunt u wat over die koeien vertellen? Ja, we zijn hier op de Fokveerdag in Vriezenveen. En we zijn met onze beste dieren hier gekomen om proberen een mooi prijsje in de wacht te slepen. Hebben we al meerdere prijzen gewonnen? Ja, op andere keuringen hebben we ook wel eens wat gewonnen. Ook wel wat natuurlijk met sommige dieren niet altijd vooraan kunnen lopen. Maar dat is altijd leuk om mee te doen, zeg maar. Maar waren die koeien op beoordeeld? Ze kijken naar de bouw van de koe, naar het uier, naar de benen, de kwaliteit in de benen. En, op heel veel kenmerken worden ze opgekeurd, zeg maar. En het moet een totaal plaatje zijn wat goed bij elkaar past. Ik was vroeger als kind van 12 jaar bij een boer. Maar ik heb het idee dat toen de koeien veel kleiner waren. Ja, naarmate de Amerikanen erbij zijn gekomen bij de Fries Holsteiners hier, zijn de dieren wel groter geworden, de koeien, zeg maar. Maar dat is gewoon de Amerikaanse fokkerij als het ware. En ook van de melkkoeien? Ja, ook van de melkkoeien, ja. Want ik zie hierachter zo'n zwarte staan, een geweldig mooi beest. En ik hoorde dat die richting 60 liter gaat straks. Ja, dat zal leuk zijn. Hij doet het nou goed en naarmate ze ouder worden, dan gaan ze vaak ook meer geven. Dus even afwachten nog. En ik hoorde dat ze 3 maanden droog staan. Dat wist ik ook niet. Ja, dat klopt. Als ze gekalverd hebben, zeg maar, gaat alle energie naar de melkproductie. En zo gauw als ze drachtig zijn en op het laatste moment van de dracht, moet alle energie naar het kalf gaan om het kalf te laten groeien. Vandaar dat we ze zeg maar een 2 tot 3 maanden droog zetten. En dan krijgen we de eerste melk, heb ik gehoord. En die is de beste? Ja, net als bij de mens. De eerste melk is het beste. Is bij de koeien net zo. Is dat die melk waar ze pannenkoeken van bakken? Ja, kan ook. Je kunt er van alles mee. Ja, hoe heet die melk? Biest. Biest? Ja. Dat is biest. Ja. En ik heb gehoord dat ze daarna op een top raken. Ja, nou, dan worden ze productie rustig opgebouwd. En dan, na 3-4 weken, dan zijn ze er wel, zeg maar. In de top van de productie. U bent nog lekker jong, maar is het voor jullie nog wel interessant om boer te zijn? Nou, het wordt er niet leuker op. Zoals deze fokveerdag en mijn veelliefhebberij en hobbyjaar, dat is hartstikke mooi. Maar alle regels van Den Haag en dat wordt ons bijna onmogelijk gemaakt. Dus de lol gaat eraf? Ja, maar dat betreft wel. Maar ja, we moeten voor onze dieren blijven zorgen en dat doen we ook met met ons heel ons hart en En met plezier. En met plezier. Ja, want ik zie hier heel veel plezier en ook heel veel leuke dingen. Maar ik hoor van mensen, als ik tegen mensen zeg van die koe geeft 60 liter, dan zeggen ze, oh wat zielig voor die koe. Maar dat is helemaal niet zo, hè? Nee, wij zeggen niet tegen de dieren van je moet zoveel melk geven. Als we de koeien goed verzorgen, dan komt die productie vanzelf. Dus het is gewoon heel mooi. Dankjewel. Ja, graag gedaan.